Tijd dan goed. We kijken naar de Nederlands kampioen Jesse de Veer. En we kijken denk ik naar Jorik Stienstra. En dan zit de man nog een STC de Vaart, Sepp Schipper. Kan Schipper nog een aanval gaan doen of is de afstand te groot? Het lijkt toch te groot hoor. Een keurige vijfde plek voor hem natuurlijk. Maar Stienstra is de nummer 4 en gaat mee naar de finale. First check uit de categorie boys, 10 years old. We zullen weg met Ryan Hartman en Jaden Drinton. En Brent gaat hier aan de leiding, gevolgd door Hartman. KWC Kampen dus op plaats voor de 2. En daarachter is het Mika Lang vanuit Hoortje WTC op de 3e plaats. Dat zijn de eerste 3. En dan gaan we naar 4. Dat is dan de man van het Dream Team, dat is Dennis Bignel. Hij zit er dus ook goed bij. En dan is er een gaatje. Dus deze 4 lijken redelijk safe te zijn. Maar heel maar ja, goed, we hebben het gezien in de laatste bocht. Er kan nog van alles gebeuren. KWC Kampen neemt in ieder geval de eerste plaats over in deze halve finale. Oh, nou, wat een glijpartij. Dan gaat er toch nog eentje onderuit en krijgt toch nog een wisseling in de wacht. En dan is het KWC Kampen dus op 1. Ryan Hartman gevolgd door Lang van UWTC. En ook Big Niel zit er goed bij. En als 4e schuift aan FCC Nuland Jim Struik. Allemaal.